Wat bent u aan het maken? Nou, zomaar wat uit het hoofd. Een mooi herfstlandschap. Wat schilder je voornamelijk? Ik schilder alles wat los en vast zit. Maar als het maar niet modern en abstract is. Het moet wel wat voorstellen. Dus, maar dieren, landschappen. En momenteel ben ik de hele Hoekse Waard aan het schilderen. Je bent de Hoekse Waard aan het schilderen? Ja, ik heb nu ongeveer een 40, 50 schilderijen van de Hoekse Waard gemaakt. Nu in het raadhuis hierboven op de tweede etage hangen allemaal schilderijen van de bruggetjes van de Hoekse Waard. Dus de beroemde brug van Strijensars, van de Laning, maar ook de betonnen boerenbruggetjes. Je hebt in de Hoekse Waard, kenmerkt zich door de bruggetjes. Ik zit er nu aan te denken om de molens te gaan schilderen. Ik pak gewoon elke keer pak ik een thema. Dus binnenkort gaan we ambachtsheerlijkheid in kaart brengen, of in kaart, op het doek zetten. Ik maak niet alleen schilderijen, maar ik maak ook de lijsten zelf. En ik haal de lijsten, het materiaal voor de lijsten, haal ik uit de Hoekse Waard. Dus dit zijn kistjes van de veiling. Kijk! Dit schilderij heet ook Naar de Veiling. De oogst is gedaan. Je ziet de voetstappen van de boer op de brug. Dus hij is naar de veiling. Dus ja, kistjes van de veiling eromheen. Sorry? Dit is Puttershoek. Daar is ook weer een heel verhaal bij. We waren daar aan het wandelen. En je ziet in de verte zie je de suikerfabriek. En we zagen dat distelveld. En wij zijn vogelaars. En wij weten dat in een distelveld heb je altijd distelvinken zitten. Een ander woord voor distelvinken is een putter. Dus dit is Puttershoek. Dit is echt de Puttershoek. Ja. En, de dijk. En de lijst is weer gebaseerd op de silo's van de suikerfabriek. Zie je dat? Ja. Dat komt allemaal terug. Mooi. Dit is een van de bruggetjes? Ja, dit is een bruggetje bij het oude land van Strijen. En daar fietsten wij regelmatig langs. Dus we zagen elk jaar dat bruggetje steeds verder in elkaar zakken. Ja. Dus uiteindelijk hebben we daar een schilderij van gemaakt. En het beton weer terug laten komen in de lijst. En een beetje een grapje uitgehaald. Want hier zie je een rosse grutto. Ja. En hier beneden zie je een vlinder. Ik wilde er net over beginnen, over die vlinder. Ja, hij viel me wel meteen op. Hij is niet zo groot. Precies. En het verhaal achter dit schilderij is... Samen kraken we het oude land. Dat is de titel van dit schilderij. Dus het lijkt nou net, doordat die gutto daar is gaan zitten in die vlinder, dat dat uiteindelijk de barst in de brug heeft veroorzaakt. Precies. Ze zijn eigenlijk te zwaar voor het brugje. Juist. Het gewicht kan hem in een vlinder zitten. Dit is complete kunst, noem ik dit altijd. Hè. Dus de lijst is kunstzinnig. Het schilderij is kunstzinnig. Het verhaal moet kunstzinnig zijn. En uiteindelijk de titel ook. En wanneer is het nou klaar? Want ik kan me voorstellen dat je daaraan bezig kan blijven totdat je denkt van nou... Nou, wanneer is het klaar? Dat is eigenlijk altijd als je 5 minuten te lang bent doorgegaan, dan weet je dat het klaar is. Want dan weet je, ik had eigenlijk 5 minuten eerder moeten stoppen. Ik heb te veel gedaan. Ja, precies. En minder is meer, hè? Nou, hier zie je ook weer zo'n... Waar de lijst dus weer een onderdeel is van het schilderij. Het is de beroemde brug van Strijensars. En daar heb ik het gietijzer weer terug laten komen in de lijst. Dat je niet denkt dat dit gietijzer is. Hè? Dit is hout, want anders zou dit niet de tiller zijn. Maak je de lijst ook zelf? Ja. Ja. Als ik geen kunstenaar was geworden, was ik timmerman geworden. De brug van de Laning, hier zo. De korte Laning. Bij iedereen wel bekend, zeker in Oud-Beijerland. Hij is nou, geloof vorig jaar of 2 jaar geleden gerestaureerd. Dus in gerestaureerde staat... Zie je hem weer terug. Dit is de Giende bij Schavendeel. En dit schilderij heb ik genoemd van Giende en Verre. Dus een beetje gebaseerd op Van Heinde en Verre. En daar heb ik de wilgetenen weggehaald. En die heb ik verwerkt in de lijst. Dus, die heb je echt gedaan? Ja. Tegenwoordig stop ik in elk schilderij een dier. Is dat je nieuwe uitdaging? Zeg dus dat is eigenlijk bij die dan ook, hè, de grutto. Bij die ga ik nog een paar buizerds schilderen. Maar hier heb ik ook wat dieren in verstopt. Dit is de lange Laning. Mag ik ze zoeken? Ja, okay. Achter het kerkhof. Ik mag ze zoeken. Heeft het nut als ik er zo dicht op sta of moet ik iets verder weg gaan staan? Ik geef je een hint, het is bij de begraafplaats. Oh, moet ik die ook zien natuurlijk. Op welk dier zou je denken als je bij... Ja, ik denk iets van een buizerd of zo. Oh ja, hier. Juist. Ja, ik zie ze. Ja. Ah, je moet het wel weten hoor. Je moet het wel weten. De truc van het verhaal is dat
als mensen een schilderij van mij hebben, dat ze over een jaar of twee jaar of drie jaar weer nieuwe dingen erin blijven zien. Dan wordt het leuk, anders wordt het een foto naschil. Ja, maar nu heb je het al verklapt. Ja, maar dat geeft, er komen nog zat schilderijen aan. Dan kunnen de mensen daar, mogen ze kijken.